bij ons voor de bekerwedstrijd. Hij is de beerschooltrainer sinds Bossaerts. Sinds vorige week werd vrij vlot de maat genomen van vierde klasser Bench. Een opkikker toch wel na de tegenvallende resultaten in de competitie. Vandaag terug een vierde klasser, Beerschot, maar van een heel ander kaliber. Wat kan je ons vertellen over Beerschot? Ja, inderdaad. Die match vorige week heeft ons een boost gegeven. En moet ik ook de mensen van de jeugd bedanken die de scouting van die wedstrijd gedaan hebben. En al zo bijgedragen ook tot die overwinning. En dat kadert allemaal wel in een vlottere en betere samenwerking die we nastreven. Jeugd, eerste ploeg. We hebben elkaar gewoon nodig als kleine club, zou ik zeggen. Ja, Beerschot is in theorie een bevorderingsploeg. Maar ik heb daar juist ook tegen de jongens gezegd. In feite is dat een ploeg die mee kan in de rechterkolom van tweede klasse. Daar hebben ze de spelers voor, daar hebben ze de trainer voor. Daar hebben ze heel de entourage, meer dan de entourage. Ik denk dat er heel veel tweede klassers zonder die entourage het moeten stellen. Dus het is gewoon tweede klasse waard. En het zal natuurlijk een dubbeltje op zijn kant worden. Wij hebben een thuisvoordeel. Ik heb ze verleden week thuis zien spelen. Dat is enorm indrukwekkend. Daar walsten ze gewoon in de tweede helft en in de verlengingen over Gent-Zeehaven. Het was echt indrukwekkend en ik hoop dat we vandaag daar het hoofd kunnen aanbieden. Ja. Donderdag was er geen Jaime Ruiz op training. Met ook de drie andere spitsen in de lappenmand tussen Vermeire, Pruna en Michel wordt het heel dunnetjes qua spitsen. Wie speelt vandaag in het aanvallende compartiment? Wel, ik weet niet of dat je weet, maar over een paar jaar speelde Barcelona het beste voetbal van de wereld zonder spitsen. Dus ik hoop dat we dat kunnen nadoen. Laat ons zeggen, een echte diepe spits hoeft er voor mij niet te zijn, maar ze hoeven er wel te komen. En wie de match verleden week gevolgd heeft, die weet ongeveer hoe dat ik dat ga schuiven. Ja, Bart Webers is daar een hele belangrijke pion in. En ik zie ook dat Bart echt in progressieve lijn zit qua vormen. En het uitstekend toe. Trouwens, nog een aantal spelers zijn echt groeiende. En ik hoop dat we dus met deze spelers die beschikbaar zijn, de afwezigheid van die vier spitsen kunnen opvangen. Van Pruna en Vermeiren is geweten dat ze langdurig oud zijn, langdurig geblesseerd zijn. Hoe zit het met de andere geblesseerden? Zijn er jongens die terugkomen op korte termijn de komende weken? Ruiz is al vanaf dinsdag met de groep zeker mee trainen. Ik hoop zelfs Michel te zien en daar ook wel groen licht te krijgen dat hij stilaan met de groep terug kan beginnen meetrainen. Vermeire zal klaar zijn na nieuwjaar en Pruna, daar moet natuurlijk niet meer op gerekend worden dit seizoen. Ook Jan van den Berg, onze linkerback, die linkerback kan spelen tenminste toch, die heeft al heel de week gelopen en sluit in de groepstraining aan. En Matthias Pitoor zal met de looptraining beginnen deze week. Vandaag winnen, dat betekent een affiche tegen een eerste klasser. Dat zou een historisch moment zijn voor KSK Heist. Hoe groot acht je de kans om vandaag door te stoten? Ja, ik zou zeggen 50-50, maar ik heb daar juist al over ons thuisvoordeel gepraat. Ik hoop dat wij toch het laken naar ons kunnen toetrekken. Daarvoor hebben we dus noods 120 minuten en zelfs penalties voor. Maar het is in ieder geval heel close. De twee ploegen zijn heel close. We kennen ook die mensen die bij Boom gespeeld hebben. Gelijk naar Davy de Smet centraal in het middenveld. Lavard op de rechtse bak. Van Ventose die zal op de flank spelen. Beerschot heeft een nieuwe spits, Herrera, een hele grote sterke man. Ascension achter die diepe spits, ook een hele sterke pion. Heel veel ervaring in de achterste lijn met Mees van Geel en met Van der Linden die regelmatig raakkopt ook. Dus het is een volwaardige tweede klasse ploeg. En het is gelijk elke match in tweede klas. We kunnen ze allemaal winnen, maar je kunt ze natuurlijk ook verliezen. Zo realistisch moet je zijn. Slotvraagje, wie staat vandaag in doel? Weijen of Van den Bossen? Bart Weijen staat in de goal. Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Ik heb dus voor de competitie voor Bart Van den Bossen gekozen. Hij heeft ook drie goede matchen gekipt. Maar Bart is een man met een ongelooflijke positieve ingesteldheid. Die bovendien ook sterk presteert. En zich absoluut niks te verwijten heeft. Alleen vandaag moest ik dus even nadenken. Ja, gaan we Van den Bossen twee weken zonder competitie laten? Of gaan we in feite echt ontgoochelend toewerken naar Bart Weijen? En dat heb ik zeker niet willen doen, omdat zelfs zo positief is. Oké, bedankt Sis voor dit gesprek en heel veel succes. Dank u wel.